Goed, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Ik ben hier met mijn meisje. Hallo. Hallo. Hey. Jingle bells, jingle all the way. Wat je doet al de hele dag hyper. Als er een kijker is die ooit ervaring heeft gehad met een hyperactieve kat en dat hij de dag daarna dood was, laat het even weten. Dan is dat te laat. Ja, dan is dat te laat. Voor de mensen die niet weten wie dit is, stel jezelf even voor. Ik ben Nina. En Nina doet zingen. Ik ben een student, kom uit Grun, woon nu in Amsterdam met jou. Ja, feest. Shout-out naar iedereen die een fanaccount heeft aangemaakt voor Otje. Het zijn er ongeveer 500. Ja, het was niet nodig of zo, maar toch bedankt. Oh ja, en als we de hele tijd van donker naar licht gaan en donker naar licht, dat komt omdat de zon op een of andere manier een soort spastisch is vandaag. Dus hele spijt mij. Maar we zijn blij dat er zon er is. We zijn er blij dat er zon er is. Oh nee, wel, hij is er niet meer. Zoals jullie weten is het Kelsember en dat betekent dat ik elke dag van de week en elke dag van de maand upload. En dat alleen als jullie het aantal likes halen wat ik jullie vraag. Vandaag is het aantal... raad eens hoeveel het is. 2000. Ja, het is 2000. Als we binnen 24 uur 2000 likes op deze video halen, dat betekent dat er morgen weer een nieuwe video komt. En jullie kennen, dan komt het absoluut goed. Dus hey, ik zie jullie gewoon morgen weer, toch? En wil je nou kans maken op een meet and greet bij jou thuis? Want ik ga... Weet je dat al trouwens? Nee. Ik ga gewoon met mensen hun huis toe. Waarom doe je dat? Omdat ze dat verdienen. Omdat ze me hele jaar supporten. En dan kan ik één keer iets terug doen. En omdat ze nu hier bij de deur komen. Ja, voor al die mensen die dat hebben gedaan. Jullie denken echt dat ik nu een kutwijf ben. Maar ik kan jullie gewoon niet in mijn huis laten. Nee, maar dat begrijpen mensen ook wel, denk ik. Mensen komen naar ons huis toe. Ik dacht, nee, want ik kom wel naar jullie huis toe. Dus ik ga in december een aantal keren jullie op zoeken bij jullie thuis. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is geabonneerd te zijn op mijn kanaal en me te volgen op Instagram, want ik ga op een gegeven moment live en dan zie je dus dat ik naar je huis toe kom. En, leuk idee, hè? Ik vind het een leuk idee. Ja, het is ook een leuk idee. Ja. We hebben nog meer leuke ideeën, namelijk vertel. Ik heb kleding besteld. Ik heb ons kosten voor Kelvin. En hij weet niet wat ik heb besteld. En het ding is eigenlijk een beetje, wij hebben best wel een ander soort kledingstijl. Kelvin is nogal van de gekke dingen en ik niet. Dit shirt is toch niet zo gek? Het zijn shirt. Die vormpjes? Nee, het zijn donuts. Dit shirt is toch niet zo gek? Met blauw en roze en geel en oranje. Nee, het is niet mijn smaak. Oké. Dat kan. Dit is mijn favoriete trui. Wat vind jij hiervan? Gek. Vind je van deze pet? Ja, die vind ik gek. Ja, kijk, hij is ook een beetje. Nina en ik houden heel erg veel van elkaar en hebben ook best wel wat dingen gemeen. Alleen de voorkeuren qua kleding is toch een beetje anders, ja. Alleen toen helemaal aan het begin, toen had jij een hele andere kledingstijl. Ja, ik ontwikkel mezelf. Ja, maar ik vond dat aan het begin wel... Het zijn best wel wat ik zeg maar heb gekocht. Lijkt wel meer op wat je vroeger aan had. Ik vond het vroeger gewoon leuk. Ja, maar neem maar gewoon een beetje wat stoerder. Ja, nee, maar ik ben niet zo stoer. Nee, maar je mag wel wat stoerder. Nee, maar ik ben niet zo stoer. Ik ben gewoon een sukkel. Ik moet wel toegeven, ik heb ook wel rare shit, maar ik vind het leuk om te experimenteren met zulke rare shit. Ja, maar dat is prima. Dat is heel... Nou, waarom begin je dan deze discussie? Ah! Ja, oké, dat was mijn idee. Mooi. Christmas came early today this year. Christmas is here. Hey. Ik wil één ding van tevoren zeggen. Dit is niet gesponsord. Dit is niet gesponsord. Kijk, ik vind jouw kleding, ik vind dit echt fucking vet. Ik vind dit echt super leuk. Maar jij vindt mijn kleding soms niet helemaal fantastisch. Maar ondanks dat, respecteer me nog wel voor wie ik ben. Ik wil je daar heel erg voor bedanken. Ja, dank je wel. Mag gewoon aan wat je wil. Heb ik nou niet lippenstift of zo? Wil je dat? Ja, doe. Wow, dit ziet er ook echt vet uit. Ja, daarom. Ik heb nu een trui. Dit is gewoon van de H&M. Ja, dus allemaal gekocht. Allemaal gekocht. En als ik het kut vind, stuur ik het gewoon weer terug. Hey. Oké, dit is een trui. En ik dacht, jij vindt die leuk. En ik vind die leuk. Doe maar. Die is toch leuk? Ja, ik vind hem best leuk. Of zo. Kel, vind je hem leuk? Ja, ik vind hem wel leuk. Maar ik ben gewoon aan het kloten. Jij bent een beetje zenuwachtig, of niet? Ja. Ik heb gewoon letterlijk deze. Jij hebt deze trui gewoon aan. Dit is gewoon jouw trui. Oké, ik heb een broek. Oké, je hebt een broek. Mag ik dit gewoon opentrekken? Ja, maar voorzichtig. Of je moet het houden, vind ik niet erg. Oké, mensen, be right back. Oké, go. Mensen, jullie zien me nu niet, maar dit is mijn mond. Ik ga nu de deur open doen. En dan zie je nu outfit nummer 1. Dit gaat echt super. Tadaa! Het is toch een leuke trui? Ik vind de trui echt super leuk. Yo, het is je stoere boy, Kelvin. What's up? Ik vind het echt een leuke trui. Ja? Ik vind het ook een mooie trui. Hoeveel kost dit eigenlijk? Want ik wil het nu wel houden. Kijk, als het straks 800 euro is voor de trui, dan denk ik, ja, maar dit is gaan nemen. De trui is 35 euro en de broek is ook 35 euro. 70 euro. Voor dit outfitje. 70 euro voor dit outfitje. Maar ik geef deze outfit een 7.8. Deze trui is echt leuk. Vind je hem echt leuk? Ja, die vind ik echt leuk. Echt leuk. Ja, lekker bek gedaan. Nu komt natuurlijk de vraag naar boven. Ga ik ooit dit voor jou doen? Ja, dat vind ik oprecht wel leuk hoor. Ik kan nu al niet, als jij mij vraagt, hey, moet ik dit aandoen of dit aandoen? Dan kan ik dan niet eens een keuze maken en dan kies ik iets en dan is het altijd verkeerd. Ik kies altijd de verkeerde. Je kan deze broek even aanlaten. Deze blouse is van de Topshop. Oh nee, sorry. Van de Mango. Weet je wat hierop staat? De M van Nina! Wow. Ja, maar dit had jij vroeger oprecht wel aan. Vroeger vond je me gewoon leuk. Ben je nog wel verliefd op me? Ja, nog even veel. Maar alleen dit. Doe maar. Tot straks. Tada!
Dit is echt zeg maar de Calvin meer van vroeger ofzo. Ja, dat is zo'n spekblousje aan. Kijk, als ik dit zou zien hangen voor zeg maar, weet ik veel, 90 euro, dan zou ik denken, nou laat maar zitten. Maar ik weet niet hoe duur dit is. Ja, maar liever, wat denk jij? Ik koop nooit dure kleding. Nee, dat is volgens mij was deze blouse 40 of onder de 40 euro. Oké, ik vind hem wel, ook omdat ik zoiets niet meer heb, vind ik op zich wel leuk. En dit is toch grappig? Jij gaat dan vragen, waar staat die N voor? Dus als ik dan zeg van Nina, mijn vriendin, dan denken ze, yo, ze heeft jou echt onder de duim gewoon. Nee, maar weet je, ik vind deze kleur jou gewoon heel mooi staan. Hey, je hebt ideale schoonzoon. Hi, Calvin. Aangenaam. Ik doe het met je dochter. Ja. Verdomme. Laat jullie trouwens in de comments ook even weten wat jullie ervan vinden. Want hey, jullie mening is belangrijk, man. En als je die mooi vindt, mag je het ook. Ja. God, die zon! Outfit nummer 3. Dit is een t-shirt van het merk Sissy Boy. Ik hou echt van streepjes. Het klinkt echt als het meest wacke merk ooit. Oké, dus het moet gelijk cool klinken, anders is het niet leuk. Oh! Oké, en deze jas. Die is van de Mango. Het ziet eruit als een jas die Peter zou dragen. Maar ik vind Peters kledingstijl ook leuk. Wow! Kijk maar aan. Oké, baas. Straks! Ja? Ik vind het echt leuk. Echt? Nee, ik voel dit echt totaal niet. Ik vind het niet leuk. Deze voel ik echt helemaal niet ofzo. Vind je dat jasje echt niet leuk? Nee! Ik voel me gewoon niet helemaal mezelf in dit jasje. Nee, dat snap ik. Ik voel me een beetje alsof ik heel erg mijn best probeer te doen om stijlvol te zijn. Peter zou het wel. Nou, dan gaat het lekker met Peter. En deze vind ik ook niks. Vind je het niet leuk? Kijk, als ik deze jas uitdoe... Nee, ik vind het echt leuk. Ik ga dit nooit dragen, dat weet ik nu al. Waarom niet? Oh, kijk hoe leuk we zo samen zijn. Wow. Nee, het is verschrikkelijk dit. Ik voel me echt niet... Vind het echt niet leuk. Maar hier was ik juist echt zo... Nou, doe maar weer uit. Oké, doei. Wacht, ik heb het niet. Ik wil gewoon dat ik wakker word en dat er in één keer kleren zijn. Dat was nu zo. Dus dat vind ik wel heel chill. Zo lang geleden dat ik kleding heb besteld. Volgende is een jas met een shirt en een broek. Dit is ook echt weer zo'n Peter shirt. Ja, maar ik ben Peter de kleding. Het zou gewoon een beetje leuk. Ja. Ja, dat mag. Het is gewoon echt Peters kleding. Ik voel me gewoon ongemakkelijk om nu deze video op te nemen met dit shirt aan. Ik voel me echt een beetje akelig zo. Echt? Ja. Kom maar, die andere shirts waren van H&M en deze jas is van de Bee. Maar dit is een beetje zo'n lange jas. Ik ben nu al net feest van. We kunnen dit inderdaad wel een keer doen dat jij kleding voor mij kan, want dan kunnen ze het verschil zien. Dan ga ik gewoon allemaal alleen maar rare shit doen. Maar waarom? Gewoon om mij te pesten. Ik doe dit niet om jou te pesten. Nee, grapje. Ik vind het oprecht leuk. Ja, dat is ook. Ik hou ook van. Ik vind het fantastisch. Maar ik maak het wel een grapje. Maar misschien dat het jou ook een beetje uit je comfortzone haalt. Laatst had je ook een trui. Die was een beetje gekker. Maar die heb je wel al 6 dagen achter elkaar aan. Oh ja, klopt. We groeien een beetje naar elkaar toe. Nou, jij totaal niet naar mij hoor. Oh, luister. Ik heb je gezien wat ik aan heb. Ja, maar je trekt het over 2 minuten uit. En dan stuur je... Over 2 seconden. Nee, je moet het open doen. Oh, overnieuw. Oh mijn god, ja, dit vind ik nou echt leuk. Ja, ik vind je zo echt nou sexy. Zo vind ik je nou echt sexy. Hey, yeah. Ik vind dit nou echt fucking leuk. Als je me ooit een huwelijk vraagt, trek dit aan. Of als je het ooit met me uitmaakt. Dit is echt de look om nieuwe chickies mee te... Oké, thanks voor de info. Ja, ik vind dit echt leuk. Dit is echt mijn lieveling. Echt? Hi. Nou goed, kom even solliciteren hier. Ik neem je aan. Maar dit is wel confronterend. Jouw hele vibe van kleding is gewoon ideale schoonzoon. Dat is het. Als goed. Ja, dat is gezellig. Ik ga een biertje doen binnenkort. Zo voel ik me dan. Ja, maar ik vind het leuk. Ja, dat kan. Ja, dit vind ik echt leuk. Weet je waar het een beetje op lijkt? Of Peter. Oké, ik hou de broek sowieso. Ik hou deze jas ook wel. Shirt ook. Shit niet. Deze is maar 13 euro. Ja, maar ik doe hem toch nooit aan, dat weet Waarom ik nu al. Waarom niet? Omdat het winter wordt. Dit is zo'n dunne ass motherfucking dingetje. Sorry, word je alsjeblieft van mij houden. Wat kan jij niet aan? Dit voor blik. Oké, ik doe het voor jou. Zie mijn tepels er zelfs doorheen. Wil je dat mensen mijn tepels zien? Oké, deze hoef je niet te doen. Maar wel de jas van de broek. Yes! Je doet het goed tot nu toe. Maar het is wel wat ik had verwacht. Daar ben ik ook eerlijk in. Wat is de volgende? De broek moet je aanhouden. En dan heb ik deze trui voor je. Oké, deze trui is oprecht precies hetzelfde als die je het eerste aan had. En die jij ook ongeveer aan hebt. Maar dan met streepjes. Bij deze broek. Want ik dacht, dit is dan netjes en dit is dan stoer. Ik ben wel stoer, jongen, hè? Doedels! Wat heb je gedaan? Ik heb mijn frikandelbroodje verbrand. Waarom verbrand je je frikandelbroodje? Omdat jouw video te lang duurt. Ik heb het goed gemaakt, ik eet hem wel op. Nee. Ja, dit vind je toch wel leuk. Hé, wat heb je met streepjes? Je streepjes is gewoon leuk. Broer, ik ben kast. Heb je ooit mijn schouderbladen gevoeld? Hé, broer. Nee, dat zijn niet mijn schouderbladen. Ja, hij is gewoon leuk en basic. Maar deze kan wel onder wat je net met die jas eroverheen. Maar je moeder zou het echt leuk vinden. Dat is vaak het probleem. Je moeder vindt van die lelijke kersttruien ook leuk. Dus je vindt het lelijk? Nee, ik vind het wel mooi. Ik vind dat hij het hartstikke goed doet tot nu toe. Ja, het is gewoon zo basic. Maar wat is er verkeerd aan basic? Ja, niks. Kies ervoor om niet basic te zijn. Maar weet je wat het is? Jouw volledige kast nu bestaat alleen maar uit gekke dingen. Dus daarom zeg ik ja tegen deze trui. Akkoord. Kijk hoe leuk we zijn. Dus dat is een soort kerstkaart. Wil je een otje nog strepen aandoen? Ik heb hier donkerblauwe pantalon. Yeah. Heel groot. Yeah.
Oh mijn god, ik heb hem in een... Ik heb deze broek. Ik kan gewoon nog een paar schoenen erbij doen. Hey! Ik zit momenteel even in mijn onderbroek. Sorry, ik bedoel, dus alsjeblieft. Die andere pantalon is gewoon Markel zelf, want het was dus mijn blauw. Pantalon. En dan... Dit zou beter ook kunnen. En dan deze broek. Howdy! Hi there! My name is Frank de Houthakker. Ik voel me gewoon meteen alsof ik onderweg ga naar een soort van kerstdiner. Als ik zoiets aan heb. Hey! Hi, wij zijn verliefd op elkaar. En leuk, fijne kerst ook. En ja, ik vind dit op zich wel chill. Hij is een beetje wijd, dus dat vind ik chill. Hij is niet zo strak. Hij is gewoon best wel een beetje maar, groot. Ja, en hij is ook lekker soft. Ja, dit heb je goed gedaan. Lekker bezig. Dankjewel. Lekker frikandeltje. Deze, die had Kel denk ik al aan zien komen. Dit was volgens mij de blouse. Die heeft hij ook aan op de allereerste foto die wij samen hebben. Bedoel je deze blouse? Ja. Dit is de Kelvin waar je ooit voor bent gevallen. Nu heb ik dus een nieuwe. Deze is van de Topshop. Hier enthousiasme op je gezicht. Ja, het is een... Kijk, ik doe wel even heel enthousiast. Oh, wat een mooie blouse. Oh, nou moet je ruiken, joh. Oké, het spijt me. Ik zie gewoon een blauwe blouse en ik zit te denken, oké, wat kan ik over zeggen? Maar het is gewoon een blauwe blouse, ik kan er niks over zeggen. Trek hem aan. Oké. Hey, jij ervan, Otje? Wat vind jij van deze? Wat vind jij ervan? Ja, deze blouse vind ik echt mooi. Deze kleur vind ik gewoon heel mooi staan. Het is weer je ideale schoonzoon. Hey, ik ben er weer. Vond je iets leuk? Ja, nee, zeker. Deze vind... Ja, weet je, het is gewoon een blauwe blouse. Dus ik kan wel iets van vinden, maar het is gewoon een blauwe blouse. Ja, maar weet je wat het is? Je hebt altijd van die zulke gekke dingen dat ik gewoon een keer leuk vind als je keer wel... Ja, dat is ook zo. Je hebt ook helemaal gelijk. Maar ik doe gewoon de hele basic shit, die doe ik wel weg. Dit hou ik wel, want ja, een blauwe blouse is altijd goed. Oké, ik heb nog één outfit. Ik heb nog één outfit die ik jou wil laten zien. Heb je zelf ook iets gekocht? Nee. Ja. Yeah. Ik laat het zien, oké? Okay? Of wil je niet zien? Je bent echt aan het kutten met mij. Nee, ik ben serieus. Ik heb nog één outfit voor mezelf. Dacht, die vind je sowieso wel leuk. Wil je het zien? Je bent helemaal niet hype. Ja, omdat ik vertrouw jou daar echt niet, hoor. See you soon. Hoi. Ja, dat kan je echt niet doen. Zal ik dat eens even doen? Bedankt voor het kijken.